Het personeel van de Sionsberg krijgt vandaag steun van de landelijke politiek. Emiel Roemer van de SP komt speciaal naar Dokkum om te praten over een oplossing. Laaiend is hij over de dreigende sluiting van het Dokkumse ziekenhuis. Het komt gewoon van beleid van de grote zorgverzekeraars, gesteund door het beleid van minister Schippers, die kleine streekziekenhuizen overal in het land gewoon structureel wil sluiten. En dat is natuurlijk dramatisch voor de zorg in een regio zoals hier. En ik wil die druk verhogen, want het is echt walgelijk beleid. Hoe vindt u dat ze hier zijn? Ja, geweldig inderdaad. Dat is echt enorm veel steun voor ons inderdaad. Je zit hier natuurlijk in een ziekenhuis, kleiner ziekenhuis. En je hebt ontzettend veel behoefte aan steun van groteraf. Dat het personeel strijdvaardig is, is duidelijk. Ze blijven voorlopig gewoon doorwerken, zonder daarvoor een cent te krijgen. Jullie strijden door? Absoluut. Zeker weten. Ja, met z'n allen schouders eronder en... Ja, we willen door. Het is ongelooflijk hoe de mensen zich hier inzetten. Hoe ze tot de laatste minuut blijven doorwerken en zeggen van wij gaan ervoor, wij blijven de patiënten helpen. De medische specialisten leggen binnen hun doorstartplan voor. Daar mogen wij helaas niet bij zijn. Ook huisartsen uit de regio zijn daarbij. Zij zien het somber in omdat vanaf morgenavond de spoedeisende hulp en de huisartsenpost van het ziekenhuis al zouden moeten sluiten. Na afloop hebben de partijen toch nog vertrouwen in een goede afloop. Is het nog haalbaar dat dit gewoon open blijft, ook dit weekend? Met wat ik net heb gehoord van in ieder geval de inzet van de specialisten en de verpleegkundigen, die zelfs om een nocht voor niks hier willen doorwerken, dan zeg ik ja, het is haalbaar. Mits de beleidsmakers daarin willen steunen. Ik heb er vertrouwen in, anders zou ik hier niet staan inderdaad. Ik denk dat wij een heel mooi plan kunnen bieden, eigenlijk ook voor alle partijen. Dus dat uiteindelijk iedere partij aan het eind zegt van ja, inderdaad, dit was de beste oplossing.